Er komt een groenhartpark bij het agrarisch bedrijf van Defensie in het district Saramaka. Als start zijn van het programma zijn er vandaag groenhartbomen geplant door president Chandrika Prasad Santokhi, de minister van Defensie, de bevelhebber van het Nationaal Leger, de directeur van Defensie, de districtscommissaris en nabestaanden van de gesneuvelden van de Binnenlandse Oorlog. Het project wordt op lang termijn iets prachtig, zegt minister Krishna Kumari Mathura. Een project die niet een korte termijn focus heeft, maar een lange termijn. Een duurzame impact zal hebben op ons en op onze kinderen. Het projectidee van het aanleggen van een groenhartpark vloeit voort uit diepe liefde voor de natuur. De groenhartbomen in bloei met haar prachtige gele bloemen is een streling van het oog. Een park met tientallen van deze bomen in bloei is een baken van rust en bewondering. En dat is ook waarom we dit park hier willen aanleggen. De minister geeft verder aan dat Suriname weinig parken heeft waar mensen tot rust kunnen komen. Het planten van de bomen is voor het nageslacht, zegt president Santokhi. Wij gaan hiervan niet profiteren. Het is onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en die volgende generatie die daarvan gaat profiteren. En deze boom moet je ook symbolisch ook zien als wij als regering zaadjes planten. En dat hebben we geplant 4 jaar geleden. Een zaad van economisch herstel. Een zaad van schuldherschikking. Een zaad om financiële crisis aan te pakken. Santokhi stelt bijzonder blij te zijn dat het project wordt getrokken door het ministerie van Defensie. Groenhartpark Defensie heeft als slogan groene ruimte voor gezond leven.